Hoi, super leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is weer tijd om mijn gelezen boeken van oktober met jullie te bespreken. Dus ik ga je even vertellen welke boeken ik heb gelezen en wat ik ervan vond. Ik zal er even een korte samenvatting van geven van het boek, zodat je een beetje weet waar het over gaat. En ik vertel je uiteraard of ik het boekje zou kunnen aanraden. Dus mocht je benieuwd zijn welke boek ik in oktober heb gelezen, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik las is van Natasha Madison. En dit is Onvoorspelbaar. En deze komt uit de Soulmate 4 reeks. Dit boek gaat over Zack en Denise. Zack die is een sporter en hij heeft zijn vrouw betrapt met zijn teamgenoot. En daardoor is hij van zijn vrouw gaan scheiden. En heeft hij gezegd, ik wil de voogdij over ons kind. Want zij keek helemaal niet naar die jongen om. Want die jongen die was ziek. En ja, eigenlijk het moment dat hij ziek werd, had zij zoiets. Ze hield zich er heel afzijdig van. Daardoor heeft zij gezegd, ik wil voor ons kind gaan zorgen. En hij besluit om naar een andere staat te verhuizen. Hij heeft gehoord dat daar een hele goede dokter is, die dus kinderarts is. En ja, hij heeft heel erg zijn hoop gevestigd op dat zij zijn zoon kan beter maken. Die dokter, dat is Denise en zij heeft een heel groot hart ook voor haar patiënten. Ze werkt alleen met kinderen en ja, ze is er gewoon. Ze heeft er gewoon echt een heel groot hart voor. Ja, op het moment dat Zack eigenlijk binnenkomt lopen met zijn zoon, ziet hij Denise gelijk. En hij vindt haar gelijk wel een hele leuke verschijning. En hij heeft natuurlijk heel erg zijn hoop gevestigd dat zij zijn zoon kan beter maken. Zijn zoontje heet Jack en die heeft gelijk ook het hart van Denise gestolen, want het is een heel opgewekt jongetje en hij is nog vrij jong, dus hij zegt ook heel blij van ja, kun jij de verkeerde soldaatjes in mijn lichaam gaan bestrijden? En nou ja, ze helpt natuurlijk dat ze dit voor hem kan doen, naar heel wat onderzoeken. Ja, komen ze erachter eigenlijk dat er een hele nieuwe behandeling is en Jack komt daarvoor in aanmerking. Alleen die behandeling die is heel erg duur en Jack die moet best wel veel geld aan zijn ex-vrouw betalen omdat de scheiding ook nog steeds loopt en dat is allemaal heel lastig. Maar hij heeft zoiets van, ik wil wel met wat minder geld rondkomen, ook omdat hij is verhuisd en voor een andere ploeg gaat spelen, heeft hij best wel veel van zijn salaris moeten inleveren. Maar hij zegt, het geld is geen probleem, dus ik wil dat deze behandeling gaat slagen. Maar Zack en Denise, die worden eigenlijk toch wel verliefd op elkaar. Want Jack is ook helemaal gek op Denise. En ja, uiteindelijk, ze willen het wel heel rustig aandoen, maar ze komen uiteindelijk toch wel bij elkaar. Waardoor Denise op een gegeven moment zegt van, nou ja, ik moet dus eigenlijk nu Jack overdragen aan een van mijn collega's. Want ik mag dus niet een patiënt behandelen die heel dicht bij mij staat. Jack ontmoet daar ook andere kinderen in dat ziekenhuis die ook ziek zijn. En er is één meisje bij die moet ook heel dringend de behandeling hebben. Maar haar ouders hebben het geld niet. En Jack die doet dan een schenking, zeg maar, een donatie, waardoor dat meisje dus ineens toch geholpen kan worden. Alleen hij heeft het wel anoniem gedaan, zodat ze niet meteen weten dat het van hem afkomt. Alleen Denise heeft wel gelijk door dat het dus ook daadwerkelijk van Zack afkomt. Uiteindelijk wordt Jack door de behandeling die hij krijgt ook helemaal beter. Dat vind ik wel heel fijn, want ik vond het best wel heftig om te lezen, omdat het over een ziekte gaat. Ik denk, oh, als het maar goed afloopt. En daar was ik wel heel blij mee dat het jongetje echt ook daadwerkelijk beter werd. Maar het is, ja, ik vond het wel een heel mooi verhaal. Ik denk dat dit een van de verhalen is uit deze reeks die mij nog het meest heeft aangegrepen. Omdat het over een kindje gaat die ziek is. Dat gaat je toch wel aan het hart. En toch eigenlijk dat je wel de struggles ziet hoe ze bij elkaar komen. Maar dat ze uiteindelijk toch wel een heel gelukkig gezinnetje kunnen worden. En dat ik het ook heel mooi vind om te zien dat
ja, Denise zo geaccepteerd wordt door Jack. Helemaal omdat zijn eigen moeder gewoon echt een kreng is. Jack heeft inmiddels ook geen haar meer. Door de chemo's is hij kaal geworden. En zijn moeder, zijn echte moeder, zei dus altijd... Ja, je moet een pet op als je naar buiten gaat. Want andere mensen hoeven niet te zien dat je kaal bent. En Jack wil dat eigenlijk helemaal niet. Maar hij doet het toch voor zijn moeder. En dan zegt Denise op een gegeven moment... Maar als jij niet met je pet naar buiten wilt, dan hoeft dat niet. Het is geen moeten. En ik vind het wel heel mooi om te zien dat het dan gewoon een hele voor zo'n kind een hele andere wereld opent. En het is natuurlijk maar een verhaal. Maar ik weet zeker dat dit soort dingen gewoon in het echte leven natuurlijk ook plaatsvinden. En ja, het heeft me echt wel aangegrepen, dit boek. En ik kan hem je zeker aanraden, omdat ik hem echt heel erg mooi vond. Het tweede boek wat ik las, dat is De Derde Nacht. Dit is geschreven door Rodé Frank. En deze komt uit de... Cash-serie. Dit is het derde boek. Dit boek dat gaat over Jessica die voor een bank werkt. Die is heel veel samenwerkt met haar baas Maurice. En die Maurice die heeft dus een chauffeur die Chris heet. En Jessica is wel erg onder de indruk van Chris. Alleen ze krijgt totaal geen hoogte van hem. Nadat ze een afspraak hebben gehad, is de auto weer waar Chris dus in rijdt, waarin hij hun dus van hot naar her brengt, ineens verdwenen. En zij snapte eigenlijk helemaal niks van het feit waar Chris is gebleven. Eigenlijk kost het Jessica wil gelijk contact met hem zoeken en naar heel veel moeite krijgen ze hem dan ook wel aan de lijn. En... ze spreken dan af bij het strand, want hij kan dan de auto ophalen. De auto zelf stond er namelijk nog wel, maar Chris was verdwenen. Dus Jessica heeft haar baas Maurice bij een café afgezet en is zelf naar het strand gereden waar Chris de auto zou kunnen ophalen. Eigenlijk als ze op het strand lopen hebben ze best wel een goed gesprek, want Chris laat eindelijk eens wat meer van zichzelf los. Al vallen de puzzelstukjes nog steeds niet helemaal in elkaar, maar ze weet wat meer over Chris. En ja, ze blijft toch wel heel gecharmeerd van deze Chris. Eigenlijk langzamerhand leren ze elkaar steeds een beetje beter kennen, alleen dan verdwijnt Chris ineens van de radar, krijgt ze geen contact meer met hem en is hij gewoon een tijdje spoorloos. Intussen is op het kantoor waar zij dus werkt ook een ding gaande, want haar baas Maurice die heeft last van handtastelijkheid. En we hebben eigenlijk te maken met een soort van MeToo gebeuren. En een van haar collega's van Jessica heeft Jessica daar al op geattendeerd dat hij die collega heeft lastiggevallen. Jessica heeft er zelf ook wat mee te maken gehad. En ze hebben samen een soort zaak tegen hem aangespannen, wel binnen het kantoor. Maar ze wilde dit wel met hogere hand bespreken. Inmiddels zit die collega, die is thuis, want die wordt dus niet geloofd. Maar Jessica is ervan overtuigd om dit voor te blijven zetten. Ze heeft dan een gesprek, zeg maar, met hogere hand. Alleen ze voelt zich niet heel serieus genomen. Wel door de dame die daar zit. Maar één man voelt ze zich totaal niet door serieus genomen. Want die staat wel heel erg aan de kant van haar baas, Maurice. En ja, omdat ze eigenlijk niet heel veel bewijzen hebben dan dat het gewoon aanrakingen zijn geweest, wordt het wel moeilijk om het te bewijzen. Maar ze gaan het wel in beraad nemen. Ze gaat zo langs bij haar collega om daarover te praten. En... ja, daar gaat het eigenlijk niet zo heel erg goed mee. Jessica die moet gewoon door. En dan biedt Maurice haar ineens een hele goede baan aan om hogerop te komen. Dat vindt ze natuurlijk ergens best wel vreemd. Want ze heeft net een aanklacht tegen hem ingediend. En nu krijgt zij die baan aangeboden. Eigenlijk is het gewoon een hele vreemde zaak, maar ze gaat wel op deze commissie, of wel op deze, dit aanbod in. Ze moet daarvoor wel wat dingen doen en laten. Ik geloof ook wat cursussen volgen, maar dat heeft ze er wel voor over, want ze wil graag groeien en daardoor zou ze ook van Maurice af kunnen komen. Dus die baan die krijgt ze ook en Maurice houdt zich inmiddels wel gedijst, want ja, hij heeft volgens mij niet echt een schorsing gekregen.
Inmiddels is Chris ook weer terug verschenen en komt er dus uiteindelijk uit dat Chris die heeft een paar keer al een lening aangevraagd, maar die is dus afgewezen en wat blijkt, Maurice is de oom van Chris. En zijn moeder is overleden en die heeft dus best wel veel geld nagelaten. Maar dit is allemaal in handen van Maurice gekomen. En ja, daardoor hoopte hij dus een lening te kunnen krijgen en een nieuwe zaak op te kunnen zetten. Maar omdat hij al een paar keer failliet is gegaan, werd dat vrij lastig. Uiteindelijk komen Jessica en Chris toch nader tot elkaar. Vooral als ze dat intieme gesprek hebben gehad over dat Maurice de oom is van Chris. En besluiten ze om een plan te maken zodat hij toch zijn droom kan verwezenlijken weer in eigen zaak. Dit was dan ook gelijk het boek. En ik vond het einde een beetje afgeraffeld. Want ik had graag willen weten hoe het verder ging. Want ik ben er nog steeds niet uit of ze nu officieel een koppel zijn. Of dat ze gewoon een hele goede vriendschap hebben met iets meer. Dat vond ik heel lastig. Ik vond het wel een hele leuke boekenreeks. Maar ik vond de boeken echt heel kort. Er zaten echt maar 115 bladzijden in. En ik zei de vorige keer ook al, ik had het leuker gevonden als ze dit tot één dik boek hadden gebundeld. Ik denk dat het dan meer was overgekomen. Dat vond ik jammer dat het een kort verhaal was. En dat het een beetje een open einde is waar ik niet heel veel mee kan. En dat stelde me een klein beetje teleur. Maar ik heb wel genoten van het lezen van dit boek. Het volgende boek wat ik las is het boek Onvergetelijk. En deze is van Lex Martin. En dit boek gaat over Dani Hart en Jax Avery. Ze lopen elkaar tegen het lijf in een nachtclub. En ze voelt zich eigenlijk gelijk wel tot elkaar aangetrokken. En ja, Jax staat wel bekend als een verslinder van het voetbalteam. En hij is dus eigenlijk wel een player. En Dani is dan eigenlijk bij de volgende ontmoeting best wel verbaasd dat Jax haar helemaal niet herkent. En ze besluit daarom om Jax te gaan ontlopen, want ja, ze vindt het natuurlijk niet leuk dat hij haar niet meer herkent. Alleen dat ontlopen blijkt toch wel een stuk moeilijker dan gedacht, omdat haar nieuwe huisgenootje is het zusje van Jax. Eigenlijk uiteindelijk blijkt het ontlopen zo moeilijk te zijn dat ze toch wel wat meer tijd weer met elkaar gaan doorbrengen. Omdat ze elkaar toch wel vaak zien. Dan vraagt het zusje van Jax om iets naar Jax toe te brengen. Want het is Thanksgiving en ze zouden allemaal naar huis toe gaan. Het zusje van Jax is, die heet Clementine en die is met haar nieuwe vriend naar haar schoonouders gegaan voor het eerst, wat ze ook heel spannend vond. Maar ja, er ligt dus nog iets van Jax bij hun thuis en dat heeft hij nodig. Dus Dani zegt, nou ik ga dat wel naar Jax toe brengen en op het moment dat zij dat wil brengen wordt zij aangereden door Jax omdat ja, er komt een soort botsing. Nou, zij raakt dus eigenlijk buiten bewustzijn en ze moet daarna ook gelijk naar het ziekenhuis. Waar ze dus eventjes buiten westen is. En dan moet ze dus ook een paar dagen blijven. Wat wel betekent dat zij de Thanksgiving met haar moeder mist. En dat vindt ze heel erg natuurlijk. Want zij heeft alleen nog een moeder die ziek is geweest. Ze voelde zich heel schuldig dat ze ook is gaan studeren. Dus, nou ja, goed, dat mist ze dus. En Jax zegt dan, ik neem je wel mee naar huis toe, zodat ik je kan verzorgen, want ze kan niet zo heel veel. Nou, ze hebben het eigenlijk heel gezellig. Ze bestellen eten, ze kijken veel films wat ze met elkaar gemeen hebben. Alleen dan op het moment komen de vrienden van Jax weer terug, zeg maar, want hij woont in een gezamenlijk huis. En op het moment dat hun vrij intiem zijn. En Jax die gaat er als een haas vandoor en laat Dani achter zonder nog maar wat te laten weten. En dat Jax is ook heel wantrouwend, want hij heeft een verleden met een ex die hem best wel heeft besodemieterd. En ja, zijn wantrouwen is gewoon heel erg groot. Omdat het eigenlijk allemaal gewoon niet heel erg botert en ook het einde van het semester eindigt, gaat Dani terug naar huis. Alleen zij heeft intussen haar moeder gesproken en haar moeder vertelt dus dat ze weer ziek is en dat het dit keer niet te genezen is.
Dus Donny die pakt al haar spullen en gaat gelijk naar haar moeder toe. En het is al heel vreemd, want de buurvrouw staat haar op te wachten bij het ophalen. Want haar moeder kan dat helemaal niet meer. Het is dan eigenlijk ook met de kerst, zeg maar, dat ze elkaar treffen. Ze is dan gewoon bij haar moeder. En ze hebben het op zich wel... Ze proberen nog hele mooie momenten te maken. Maar ze ziet aan haar moeder dat het heel slecht gaat. Dan op de eerste kerstdag overlijdt haar moeder ook. En ze heeft toch wel een heel mooi cadeautje van haar moeder gehad. Maar Donny is dus van de radar verdwenen. Zij heeft laten weten in eerste instantie al eigenlijk voor ze naar haar moeder vertrok. Omdat hij dus ziek was aan haar huisgenoten. Ik kom ook niet meer terug. Donny heeft ook een hele goede vriend. En Jax die gaat naar die vriend toe en zegt: ik wil nu weten waar Donny zit. Want hij is inmiddels weer een beetje bijgedraaid. En hun gaan gezamenlijk naar Donny toe om haar te steunen. Terwijl ze nog helemaal niet weten dat als ze daar aankomen dat haar moeder is overleden. Dat is best wel een heel heftig proces. En Jax blijft al die tijd bij haar. En probeert haar toch over te halen om terug weer mee te gaan om te gaan studeren. En vanuit daar... gaan ze toch een hele mooie relatie proberen op te bouwen. Omdat ze toch wel voor elkaar willen kiezen. En Jax toch wel heeft ingezien dat Danny heel anders is. Ik vond het een heel mooi boek. Ik heb hem alleen in de verkeerde volgorde gelezen. Want ik heb eerst boek 2 gelezen en daarna boek 1 pas. Boek 3 komt er ook aan. Het zijn wel echt verhalen die je aangrijpen. Ik vond het een heel mooi boek. Ik zal hem je ook zeker aanraden. En ik ben ook echt wel heel erg blij dat ik dit boek heb leren kennen. Omdat ik hem gewoon echt heel erg mooi vind. Het volgende boek wat ik heb gelezen is van E.L. Todd. En dit is het boek We Horen Bij Elkaar. En deze komt uit de Voor Eeuwig serie. Hier heb ik al meerdere boeken van gereviewd. En ook deze was weer erg mooi. Intussen hebben Trinity en Slighty hebben een relatie opgebouwd. Wat heel erg leuk is. Ze zijn wel een beetje huiverig wat de vriendenklik van hun relatie vindt. Omdat het eigenlijk niet echt... een hele standaard relatie is. Maar hun zijn er wel heel erg blij mee. Eigenlijk gaat het op zich wel goed. En ze zijn ook heel erg bezig om te gaan afstuderen. En ze hebben wel allemaal hele verschillende plannen. Want Kajsen die heeft dus een aanbod gekregen om te gaan studeren. Maar dat heeft hij niet aangenomen omdat hij bij Sky wil blijven. Sky gaat in de zaak van haar vader werken. En dan gaan ze ook de examens in. En uiteindelijk slagen ze ook allemaal. Op Roland na, want Roland die zou eigenlijk nog examen moeten doen. Maar die wil gaan schrijven. Hij schrijft hele mooie verhalen en hij wil daar toch wel in doorgaan. Hij heeft daar ook een gesprek over met zijn vader. Hij laat wat dingen lezen. Zijn vader is wel onder de indruk, dus hij heeft zoiets. Als dit je droom is, moet je dat doen. Hij is nog niet ontdekt, maar hij wil deze boeken wel gaan uitgeven. Zijn moeder heeft ook de verhalen gelezen. Die vindt ze ook gewoon super mooi. Dus ja... eigenlijk heeft hij gewoon carte blanche om te gaan schrijven. En hij besluit dus om niet verder te gaan studeren. Om zijn studie niet af te maken. Carson die is wel aangenomen op verschillende faculteiten. Maar hij wil dus geen enkele studie aannemen. Omdat hij heel ver weg van Sky zou zijn. Hij heeft het ook verborgen gehouden. Eigenlijk weet alleen Slate hiervan. Sky ontdekt per toeval eigenlijk dat hij dus wel is aangenomen op faculteit omdat zij een aantal brieven vindt en hij snapt niet waarom hij daarover heeft gelogen. Dus zij bespreekt het ook met Trinity en zij heeft een heel plan daarvoor gemaakt en ze vraagt dan ook aan Slate om hem toch aan te melden voor die studie naar keuze. Die hij heel graag wilde doen. Omdat hij er gewoon heel veel spijt van zou krijgen als hij het niet zou doen. Dus Slate doet zich voor als Kajsen en gaat naar zijn open dag. En ja, zo heeft hij toch geregeld dat als hij uiteindelijk wel wil gaan studeren, dat hij daarheen kan. Dan hebben ze op een gegeven moment een afscheidsfeestje omdat ze allemaal zijn geslaagd. En een soort afstudeerfeestje. En Sky geniet nog even van Kajsen omdat zij dus een plan heeft opgevat om eigenlijk alsof het lijkt alsof ze hem heeft bedrogen.
Zij trekt dan eigenlijk gewoon een willekeurige jongen mee naar een van de slaapkamers. En ze zegt, doe maar net of dat wij seks hebben gehad. En dan laat ze Trinity en Slade binnenkomen. Waardoor Slade dus meteen gelooft dat ze is vreemd gegaan. Ze vraagt dan ook of Slade het niet gelijk aan Kaizen wil vertellen. En omdat ze dit zelf wil doen. Dus uiteindelijk biegt ze het ook op aan Kaizen. En die is natuurlijk helemaal verdrietig. En heel erg boos. Maar voor haar gevoel is dit de beste oplossing. Dus Kaizen gaat uiteindelijk toch studeren. En zo scheiden hun wegen. Alleen Sky is onwijs ongelukkig zonder Kaizen. En is vastbesloten om hem te gaan zoeken. En als ze dan eigenlijk bij hem voor de deur staat. Ziet ze dus dat er een vrouw de deur open doet. En dat is voor haar weer een teken dat Kaizen dus alweer een andere vriendin zou hebben. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is. Alleen dat verhaal gaat dan weer pas verder in een volgend boek. Ja, ik vind het een hele mooie reeks. Ik ben ook heel benieuwd naar het volgende boek. Ik hou echt wel van deze boeken. En ik word er ook gewoon wel ja, erg blij van als ik dit lees. Ondanks dat er wel heel veel gezeur is, vind ik het echt wel een heel mooi boek. Dus ik zou deze reeks zeker aanraden. Het volgende boek wat ik las is Mr. Schaakmat. Dit boek is geschreven door Liz Lucassen, of Liz L. En dit is eigenlijk een heel kort verhaal. Dit gaat over de broer Stone en dit gaat over de oudste broer, Seth Stone. Seth is getrouwd met Evelien, ze hebben ook een paar kinderen. En als ze eigenlijk met Vaderdag een bezoekje brengen aan zijn ouders, dan is het eigenlijk ouderwets dat ze een potje schaak spelen. Helaas is de vader van Seth, die is heel erg dementerend, die weet niks meer, die loopt regelmatig weg. Dus die moeten ze heel erg in de gaten houden en hij snapt ook niet meer zo goed hoe het allemaal werkt. En nou ja, ze vinden het toch wel leuk om een spelletje schaken met hem te gaan spelen. Er komen ook eigenlijk best wel veel emoties los, omdat ze toch dingen, Seth ziet dingen van vroeger en zijn kinderen zijn ook heel erg bezig met het schaken, vinden het allemaal heel erg leuk. En ja, ze komen eigenlijk toch na dat bezoekje best wel een beetje emotioneel thuis. En ja, hij denkt er nog heel veel over na. Uiteindelijk heeft hij dus een van de schaakstukken heeft hij dus meegenomen. Eigenlijk best wel raar, want nu klopt het hele spel niet meer. Maar ze hebben ook een nieuw schaakbord aan zijn vader gegeven toen hij jarig was. En ja, hij vindt dat nog steeds heel erg leuk om te doen. Dat kan hij ook wel, alleen dan neemt Seth dus een schaakstuk mee. En waarom, dat weet ik niet. Dat vind ik nog steeds heel vaag. En dit was ook gelijk het boek. Ja, dit viel me echt een beetje tegen. Want ik heb een eerder boek gelezen uit deze serie. Dat was echt een volledig boek. Ik geloof dat dit boek... Ik weet het niet eens. Echt... nog geen 30 bladzijden heeft. Dus er valt ook heel weinig over te vertellen. En het heeft me echt teleurgesteld. Omdat ik net wat ik zeg, ik vond het vorige boek vond ik heel erg mooi. Het is leuk om wat meer over de oudste broer te weten, maar... Nee, ik zou dit boek niet echt aanraden, omdat ik gewoon, ja, het verhaal is op zich leuk, maar je wordt er eigenlijk niks wijs van. Ik wil wel echt gewoon echt een boek hebben waar een goed verhaal in zit en dat viel bij deze gewoon echt heel erg tegen. Dus ja, ik hou niet zo van korte verhalen, laten we het daar maar ophouden. Het volgende boek wat ik las is Op slag verliefd en dit boek is geschreven door Megan Quinn. Dit komt uit de Brentwood 1 serie, dus boek 1. Dit boek gaat over Knox Gentry en hij is een populaire baseballspeler en hij is geen man van de relaties. Dan ontmoet hij Emery Ilson en hij is toch eigenlijk gelijk helemaal weg van haar. Ze is mooi, ze is slim en ontzettend grappig. Ze heeft eigenlijk wel een hele grote bagage en ze is eigenlijk niet geïnteresseerd in mannen, want ze wil niet overhaast een nieuwe relatie aangaan. Dus ze biedt Knox eigenlijk alleen een vriendschap aan. Maar dat werkt eigenlijk niet zo goed, want ze krijgen toch wel wat meer gevoelens voor elkaar. En ja, ze vinden het beide best wel heel erg moeilijk.
Het is ook de regel dat als je in de kleedkamer iemand meeneemt, een meisje, dat je daar uiteindelijk mee trouwt. En Nox die gelooft daar totaal niet in, helemaal omdat hij eigenlijk niet aan relaties doet. Alleen bij Emery is het gewoon anders. Hij voelt gewoon eigenlijk dat hij echt voor dit meisje wil gaan. Maar omdat Emery heel erg de boot afhoudt en eigenlijk gewoon echt vrienden wil blijven. En haar vriendinnen verklaren haar ook voor gek. Want waarom zou je vrienden willen blijven met zo'n leuke speler die gewoon eigenlijk super geïnteresseerd in je is. Kan zij zich daar nog niet direct toe zetten. Er gebeuren echt een heleboel dingen. En Nox wil gewoon echt Emery voor haar winnen. En uiteindelijk lukt hem dat ook wel. En ze hebben heel veel hobbels moeten doorstaan. Om echt zover te komen dat ze bij elkaar komen. Maar het lukt wel. Ik wil het dan ook hierbij laten voor deze boekreview. Omdat ik denk dat je echt gewoon zelf moet lezen wat de hobbels zijn. Ik wil niet te veel gaan spoileren. Bij het ene boek doe ik het wel. Bij het andere boek doe ik het niet. Bij deze wil ik het een beetje in het midden laten. Omdat er gewoon... Ja, je snapt het verhaal pas echt als je hem echt leest. En ja, ik vind het gewoon echt een heel goed boek. Ik zag ook nu dat deel 2 er was. Ik ga even kijken hoor. En deel 2, dat is Van Slag, The Duckout. Die is dus ook van deze schrijfster. Ik heb deze zelf nog niet gelezen, maar die staat dus op mijn lijstje om te gaan lezen. Je moet wel een beetje van de sportromans houden. Ik heb zelf niet heel veel met sport. Dus echt de sporttermen, daar kan ik niet zo heel veel mee. Maar gewoon het verhaal op zich vond ik wel ook echt super mooi. Het laatste boek wat ik heb gelezen, dat is Onuitstaanbaar. Dit boek is geschreven door V.K. Land in samenwerking met Penelope Ward. Dit boek gaat over Charlotte Darling. En zij is gedumpt door haar ex-vriend. En ze probeert haar trouwjurk te verkopen in een tweedehands vintage winkel. Alleen voor haar jurk krijgt ze geen geld, maar ze mag wel een andere jurk uitzoeken. Ze hebben ook gewone kleding die ze dan eigenlijk als soort compromis voor haar ingeruilde kledingstuk krijgt. Nou, ze kijkt loopt een tijdje in de winkel rond en dan komt ze eigenlijk een andere trouwjurk tegen met een heel lief briefje erin van ene Reed Eastwood. Het is echt een roze trouwjurk, dus ze heeft ook zoiets, waarom zou je in het roze willen trouwen? Maar door dat briefje wil ze die jurk meenemen. Ze kan die jurk niet eens aan, want ze komt er niet eens in. Maar het is puur het briefje wat het haar doet. Als ze dan op een avond een beetje aan de wijn heeft gezeten, gaat ze op zoek naar die ene Reed Eastwood. En komt ze erachter dat hij makelaar is. En omdat zij dus te veel heeft gedronken, gaat zij... een afspraak maken voor een bezichtiging van een appartement wat ze lang niet zou kunnen betalen. Maar ze is gewoon heel erg benieuwd naar deze man. Nou, als zij Riet dan in het echt tegenkomt, blijkt hij heel erg arrogant te zijn, kortaf en cynisch. En herkent ze de man die dat briefje heeft geschreven totaal niet daarin. Na wat beledigingen in dat appartement gaat ze eigenlijk huilend vandoor en probeert ze zich wat op te peppen in het toilet. En daar komt ze een oudere dame tegen. En ze vertelt ook eigenlijk, het voelt zo vertrouwd, ze vertelt gelijk wat ze heeft meegemaakt. En nou zegt die dame, ik heb een, zij had een groot bedrijf, zij kon wel iemand gebruiken in dat bedrijf, dus ze bood haar een baan aan. Nou, ze gaat naar dat bedrijf toe, ze gaat haar aan de gang, ze vindt het helemaal leuk. En ik zal je ook even voorstellen aan mijn kleinzoon, zegt de vrouw. En wie denk je dat de kleinzoon is? Natuurlijk, het is Reed. En Riet is helemaal niet blij dat zij daar rondloopt. Van wat doe je hier? En ik werk hier. En ja, neem een ander in de maling. Het gaat echt totaal niet fijn van start. Dan moeten ze samen op reis voor een bezichtiging. Want het is de bedoeling dat één iemand meegaat die ervoor zorgt dat alles een beetje klaar staat. Dus ook hapjes en drankjes. Zodat Riet de persoon kan rondleiden die dat wil kopen, het huis. Nou, dat gaat eigenlijk op zich vrij goed. Alleen, ze merken ook wel dat er steeds wat meer aantrekkingskracht komt. Alleen, Reed houdt de boot wel heel erg af. En dan gaat het op een gegeven moment even niet zo goed met Charlotte. Want ze maakt een aantal dingen mee. En ze besluit om een tijdje bij haar ouders te gaan zitten.
om even bij te komen. In die tussentijd denkt Reed ook heel erg na over wat hij nou eigenlijk wil. Want eigenlijk is hij niet echt van de relaties. Maar hij vindt Charlotte wel heel erg leuk. En hij besluit dan toch om de stap met Charlotte te gaan wagen. En dat hij toch wel heel graag een relatie met haar zou willen beginnen. Ze vertelt dan uiteindelijk ook dat ze hem eigenlijk heeft opgezocht door middel van dat briefje. Omdat ze die zo mooi vond. En inmiddels schreef hij haar ook steeds briefjes op datzelfde papier. Ja, ze werd er gewoon helemaal warm van. Uiteindelijk, doordat ze een hoop hobbels doorstaan, komen ze toch bij elkaar. Maar het kost wel heel veel moeite. En soms denk ik dan wel eens van, waarom duurt dit zo lang? Kan je nou niet gewoon samen gaan komen? Maar, nou ja, dat hoort bij het verhaal. Ik vond het echt een heel mooi boek. Ik vind de boeken van V. Kaeland en Penelope Ward echt geweldig. Ook dit boek heb ik echt weer onwijs van genoten. Dus ik word er ook echt heel erg blij van om dit soort boeken te lezen. Dus ik kan hem je zeker aanraden. Vooral als je wil weten wat dan die hobbels zijn waarmee ze te maken krijgen. En hoe ze dan uiteindelijk bij elkaar komen. Dus ook echt een aanrader. Dan zijn dit de boeken die ik in de maand oktober heb gelezen. Hele mooie boeken zaten er ook echt wel bij. Eigenlijk vond ik de meeste mooi, behalve dus dat korte verhaal. Daar had ik niet zo heel veel mee. Ja, ik merk toch wel dat lezen gewoon echt mijn grote passie blijft. Ik ben op dit moment ook in zo'n mooi boek bezig. En ik ben er vanavond, ben ik er doorheen. En dat vind ik dan zo jammer. Maar ja, zo merk je eigenlijk hoeveel mooie boeken er nog zijn om te lezen. En dat ik het lezen ook wel weer helemaal heb teruggevonden al een paar jaar. Dat vind ik echt super leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij zelf een van deze boeken al eens hebt gelezen. Of dat je naar aanleiding van deze video denkt, goh, ik zou best wel benieuwd zijn hoe zo'n boek in elkaar steekt. Misschien ben je helemaal geen lezer of hou je niet van de categorie boeken die ik lees. Het kan natuurlijk allemaal. Maar goed, ik vond het in ieder geval weer leuk om even met jullie te delen. Ik zal ook eventjes de boeken die ik zojuist genoemd heb eventjes in de beschrijving zetten. Zodat je even kunt terugzien welke boeken het nou precies zijn, mocht je er geïnteresseerd in zijn. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje in mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aanzetten en dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En hoef je geen video meer te missen. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ja, dan zou ik bij deze zeggen, ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!